Dat de ferry er nog niet is, dat heeft alles te maken met de politieke situatie. Op de Canarische eilanden hebben we te maken met één land. Hier hebben we te maken met drie landen nu. We hebben Aruba, we hebben Curaçao en Bonaire Nederland. Het is een proces wat langzaam begint. We hebben de eerste fase afgerond. Dat was de studie over de haalbaarheid. Wat we daar gedaan hebben was met name de publieke randvoorwaarden creëren. Je kunt je voorstellen dat het heel ingewikkeld is om auto's van het ene eiland naar het andere eiland te krijgen. Als je dat nu zou doen, dan zou je eerst langs de douane moeten gaan, borgstelling betalen, allemaal papierwerk invullen. En als je dan s'avonds weer teruggaat, moet je weer dat allemaal doen. Dat is een van de voorbeelden waarin de douanes en de immigratiediensten afspraken met elkaar gemaakt hebben om een operator snel heen en weer te kunnen laten varen. En dat was essentieel. Nou, dat was het eerste stukje. En wat we hebben gezien is dat Curaçao echt het voortouw wil nemen om verder te gaan. Bonaire heeft het ook omarmd en heeft aangegeven eigenlijk een separate ferry te willen. En Aruba heeft nog niet gereageerd om verder te gaan. Dus de status is nu dat we kijken naar de volgende fase. Welke operator zou een Curaçao Bonaire kunnen invullen? Daarvoor hebben we een marktverkenning gedaan. Die is bijna afgerond. En daaruit blijkt dat er twee operators zeer geïnteresseerd zijn om de ferry in te vullen. Dus dat is weer een stap dichter bij de realisatie van de ferry. En dan denk je, nou, dan begint dat toch? Nee, zo makkelijk is dat niet, want dan moet er een concessie gerealiseerd worden. Een concessie is het recht dat je gedurende een bepaalde periode de ferry mag opereren. Je moet voorstellen, er moet minimaal zo'n 50, 60 miljoen geïnvesteerd worden. Een operator die zegt van ik ga 60 miljoen betalen, die zegt mag ik dan wel de periode hebben waarop ik dat geld terug kan verdienen vanuit de operatie. We zijn nu aan het zoeken van hoe we eigenlijk in een versnelde procedure, 3 tot 4 maanden, samen met de geïnteresseerde operator, dat proces kunnen versnellen om dat concessie, die aanbestedingsprocedure in te vullen, samen met overheden en met de operator. Dus dat is ook weer een uniek iets. En stel dat we dat klaar hebben, dan zou het binnen een jaar op zijn vroegst zou die ferry kunnen varen. Het lukt als iedereen meewerkt, als de eilanden het willen, als de publieke diensten de randvoorwaarden kunnen invullen en de operator wil investeren om een winstgevende operatie uit te voeren. Inderdaad zijn er partijen zoals Divi en Don Andres die nu natuurlijk al een stukje van dit vervoer invullen. Wat ik hoor is van, ja, die zullen wel tegen zijn. Wij hebben vanaf het begin Don Andres daarbij benaderd. Don Andres doet nu containervervoer. Dat is duur, want hij moet met kleine bootjes al die containers ophalen. Ik geloof dat een container nu ongeveer $1600 kost. En straks met de ferry is het een bijproduct wat je voor $200 in vervoer van een container kunt regelen. Voor Don Andres is het dus ook belangrijk dat de ferry er komt, want daarmee kunnen zij het vervoer van containers veel goedkoper naar Bonaire krijgen.